Bart Wijn, bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Alke Maas, alweer 17 jaar. Ik ben commercieel directeur voor de Off-Trade. Dat betekent dat ik met mijn eigen team van mensen verantwoordelijk ben voor alle omzet die naar de supermarkten gaat. En te zorgen dat onze klanten tevreden zijn. Ja, je ziet natuurlijk dat COVID een behoorlijke impact heeft op onze horecavolumes. We verkopen heel veel bier aan onze horecaklanten. Dat kon helaas niet zoals we dat wilden afgelopen jaar. We hebben dat wel in off-trade gedeeltelijk gezien dat we daar wel een stukje goed maken, maar lang niet alles. Dus dat is een belangrijke trend die echt extern komt. Een andere trend voor ons is uiteraard de consumentenbehoeften die constant aan het veranderen zijn. Je ziet dat de pils- en biermarkt heel dynamisch is. Mensen zoeken nieuwe merken, zoeken nieuwe varianten. Er gebeurt een hoop en die innovatie die moeten we zeker bij zien te houden. En last but not least, je ziet natuurlijk ook wel dat e-commerce, digitaal, dat soort zaken allemaal snel op komen zetten. En daar probeer je ook zo goed mogelijk op in te spelen. Ja, voor ons is het belangrijk om onze merken nog sterker te bouwen. We hebben al een hele mooie portfolio van merken, maar je ziet dat de consument om meer vraagt. Dus wij blijven dat ook volledig op inzetten om dat nog beter te doen. Een andere is uiteindelijk inspelen op alle kansen die in de markt liggen met betrekking tot data, e-commerce. En daar goed op in te spelen. En je ziet dat dat hard ontwikkelt en als bedrijf proberen we daar zeker ook in mee te gaan. En wat ook gewoon heel belangrijk voor ons is de juiste mensen blijven aantrekken. Want je hebt goede mensen nodig die ook het waarmaken. We verwachten veel van onze mensen en daar heb je gewoon echt talenten nodig. En dat blijft altijd een uitdaging om de beste mensen te vinden. Ja, we hebben niet één profiel. Zoals we al in onze groep zeggen, diverse views make great brews. Dus diverse standpunten geven fantastische brouwsels. Heel toepasselijk als je in de bier- en ciderbusiness zit. En we zoeken dus eigenlijk allemaal mensen die ook nieuwe, frisse blik op dingen kunnen geven. Zeker, je ziet dat de externe wereld constant in beweging is en we willen daar ook goed op inspelen. En we zijn ervan overtuigd dat je dat met een divers groep mensen beter doet dan als je allemaal dezelfde type mensen hebt. Dus die diversiteit is voor ons zeer belangrijk. En één ding moet je altijd wel meenemen, is een onwijze gedrevenheid om elke dag iets beters van te maken. We zijn eigenlijk een redelijk kleine organisatie, een relatief kleine organisatie, een relatief platte organisatie, wat maakt dat je eigenlijk heel snel betrokken bent bij de bigger picture. In ons aanwervingsbeleid, in de hele talent acquisition flow, proberen we eigenlijk van de meet af aan tot eigenlijk de pre-boarding onze identiteit echt te laten doorspekken in dat hele proces. En wat is dat dan? Ja, we staan echt voor authenticiteit, voor eenvoud en voor kwaliteit. En dat proberen we echt te garanderen over de hele flow. Hoe gaat het dan concreet in zijn werk? Bij ons geen ellenlange selectieprocedure of een hele testbatterij waar we een kandidaat door laten gaan. We hadden ook echt wel rekening met die candidate experience. Dat hij zo snel mogelijk voeling krijgt met wat onze cultuur is en dat de potentiële fit met de cultuur, met de DNA van onze organisatie eigenlijk heel snel helder wordt. Om te matchen met de bedrijfscultuur van Alke Maas, dat het belangrijk is om de nodige flexibiliteit te hebben. Geen één dag is hetzelfde. We zijn een bedrijf dat heel graag heeft dat de mensen een zekere ondernemendheid in zich hebben. Die dus maken dat het belangrijk is om daar goed mee om te gaan. Ik werk graag bij Alke Maas, omdat het met een fantastisch team is die vele uitdagingen heeft. En dat maakt altijd het elke dag weer anders en dat maakt het super om bij Alke Maas te werken. Waarom ik heel graag bij Alke Maas werk, is omdat je hier echt ruimte hebt tot het nemen van initiatief. En je krijgt er ook redelijk snel een groepje van like-minded collega's rondom een bepaald project, een innovatieproject, een optimalisatie-initiatief. Dus die sfeer, die drive, die goesting, die zit er echt wel in bij onze collega's. En dat maakt elke dag wel echt een avontuur.
Ik werk graag bij Alkemaas. Langs de ene kant natuurlijk, omdat we fantastische merken hebben in onze portefeuille en fantastische producten. Dus dat is altijd leuk om daarop te werken. En langs de andere kant werk ik heel graag bij Alkemaas, omdat het een bedrijf is dat echt wel kansen biedt aan de mensen. En ik denk dat mijn parcours daar een heel mooi voorbeeld van is, waar dat ik een marketingachtergrond heb, dat ik hier ben binnengekomen als Category & Shopper Marketing Manager en dat ik sinds begin dit jaar een salesfunctie inneem als Group Account Manager. Alkemaas ondersteunt u daar ook wel in om net die skillset te gaan verbreden.